Ik ben jarig! Heb je dit zelf gemaakt volgens mij? Ja. Dat is leuk. Is je nog de kaart die ik zei dat ik ging verstoppen? Oh, wauw. Dan heb ik een echte unicorn kaart. Love you. Gefeliciteerd mama. Wat mooi. Ah, dankjewel. Ja, wij zien haar niet nog. Oh. Wat lief. Oh, heel lief. Daar heb je heel erg je best op gedaan. Deze. Kijk wat deze. Wat een weer gezichtje. Oogjes en een mondje, mannetjes. Wat leuk. Ja. Nou, dat ga ik heel goed bewaren natuurlijk. Ja. Ik wil hem maar aanhalen. Ja, wat doe jij dat is? Kijk, ik wil hem nog van deze. Nou, wil je dan ook helpen om hem open te maken? Ja, nee, dat is heel even hier. Ja, is goed. Trek me aan de lintjes. Wat zou het zijn? Ja, jij weet het natuurlijk al. Ga hem openmaken voor me. Dat vind jij heel leuk. Scheuren hem maken we open. Mooi dat je weg. Scheuren. Het wordt niet hard. Nee, echt? Ja. Eens kijken. Heb jij deze uitgezocht? Ja, het zijn eigenlijk die grote hakken, maar dan is het klein. Ik zie het. Wat zijn ze cool. Die ga ik zo even passen, dankjewel. Dat is wat 49. Goedemorgen, ik ben jarig. En ik moest heel haasten, dus ik heb me snel opgemaakt, aangekleed. Blues, caramillen, broek mango en die leuke laarsjes van de Bronx. Even snel oorbellen in en Mila is ook al. Dus ik ga heel snel die meiden naar school brengen. Nou, happy birthday to me. Ik heb boodschappen gedaan en het zeikt van de regen. En ik wil gewoon mijn fiets niet op, echt niet. Het is echt verschrikkelijk, dan zit mijn make-up vol op mijn knieën. Mijn taart dadelijk geweekt. Het gaat, ik hoop echt dat het even wat minder wordt. Het gaat zo tekeer. Kijk het dan, dit is toch niet leuk meer. Oh, mensen, ik ben doorweekt, niet normaal. En dan echt op het moment dat je voor de deur staat. En dat het dan begint te stoppen. Echt top, zeg maar. En mijn blouse blijft ook niet meer zitten. Die gaat de hele tijd uit. Dan vind ik een decolleteetje hier en daar geen probleem, maar half naakt lopen is nou ook weer niet helemaal de bedoeling. Zo, weer een knoop. Even kijken of mijn boodschappen het overleefd hebben. Eerst even mijn gezicht, want ik voel echt nog steeds de regen. Gewoon zo mijn gezicht inlopen, zie je dat? Oh, mijn make-up zit helemaal onder mijn ogen. Het is echt verschrikkelijk gewoon. Ik denk dat ik helemaal make-up overnieuw kan. En nu ga ik een hele grote pan soep maken. Dat soep had ik net al even was weggewerkt. Weet nog de tijd dat je verder alleen maar een feestje was en dat je niks meer hoefde te doen. Die tijd is al lang voorbij, dus keihard aan het werk. Ik denk dat mijn stappenteller op tilt slaat vandaag. Dus die balletjes draaien en dan nog een was ophangen als ik het red. En dan weer richting school en daarna krijg ik visite. En ik maak altijd eigenlijk op mijn verjaardag zelf wel een hele grote pan soep. Want als mensen dan zeg maar naar hun werk of zo langskomen, dan heb ik gewoon altijd staan. En het makkelijk met soep is, of je kan het morgen eten, of ik vries in voor ons, voor opa. Daar vries ik sowieso natuurlijk vaak maaltijden voor in. Dus ja, soep is nooit vervelend. Dus altijd, elk jaar heb ik mijn pan staan. En het grappige is, het ene jaar komt er één iemand langs.
andere jaar komen er echt 30 mensen langs. Van een paar weet ik nu dat ze vandaag wel komen. Voor de rest heb ik echt geen idee. En dat maakt het deels ook wel leuk. Dat ik gewoon geen idee heb. Het is een beetje een surprise. Mensen weten dat ze altijd welkom zijn. Ik heb een paar mensen aangegeven vanaf 2:30 ben ik thuis. En dan kan je komen als je er zin in hebt. Dus we gaan het zien. Oh ja, en er was ook nog. Schoolfotograaf is vandaag en morgen op school bij Serra. Maar er werd heel handig niet gecommuniceerd, echt duidelijk, welke van de dag. Ze had vandaag gym. We proberen op dagen dat ze geen gym hebben. Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Heel handig. En wat er ook, toen had ze het aan de juf gevraagd, hè, of de juf het dan wist. En die had weer gezegd, ik denk maandag. Ik denk, ja, dat is juist weer de dag met gym. Ik denk, nou, dit schiet gewoon echt niet op. En ze hebben 12 klassen te doen. En Serra zit in het midden. Dus ik weet dat ze de jongste kinderen zoveel mogelijk wel sowieso vandaag zouden doen. De kleuterklassen. Maar ja, daarna weten we het dus niet meer. Dus het kan alle kanten op gaan. Maar ik had echt gewild dat ze daar gewoon wat duidelijker in hadden gecommuniceerd. Had dan bijvoorbeeld 4 kleuterklassen en 1 klas met wat oudere kinderen voor vandaag op de planning. En de andere voor morgen. Want oudere kinderen gaat het, neem ik aan, sneller bij. Dan ja, was het wat makkelijker geweest. Ik heb er vandaag wel een leuke outfit aan gedaan. En dan moet ik maar even gaan kijken of ze vandaag op de foto is geweest. En anders moet ik kijken wat ze morgen aan gaat doen. En dan herhalen we gewoon weer het hele riedeltje. En dan baal ik weer, want ik vond de kleding van vandaag echt wel heel leuk voor op de foto. Dus, nou, we gaan het in ieder geval zien. En ik hoop echt zo erg. Het is nu droog. Ik hoop zo dat het dadelijk ook droog blijft. En dat ik niet weer helemaal verregen. Mijn haar is best wel gaan pluizen. En ik had zoiets, ja, zal ik het dan weer gaan wassen nu? En dan weer helemaal gaan doen, feunen, alles. Nou, ik heb de tijd er gewoon eigenlijk niet voor. En het zat vanochtend redelijk oké. Niet zo goed als ik wilde, maar naar de regen. Dus ik baal als een stekker. Maar goed. Dan. Ik heb het allemaal gered. En ik heb nog 10 minuten en dan ga ik nog even thee drinken. En dan weer op de fiets. En het ziet er aardig droog uit. Dus ik ben wel een beetje happy. Ah, zo leuk. Krijg ik net op het schoolplein. Ik heb zo in een vaas gezet. Witte rozen van Julie. Ik vind het zo lief. Dus ja, daar word ik helemaal blij van. Wil jij helpen? Mag ik dat ook? Ja, jij mag het ook. Mag ik het proberen? Oh, ik heb een hele hoed in. Maak hem maar open. Haal het maar uit. Dat wilde mama ook, ja. Weet je wat het is? Een tuinstoel. Ja, een lichtbed helemaal. Die jij niet van mij gaat inpikken. Jawel. Ja, we zijn een klein lichtbedje. Dus. En zijn we er nu een klein erbij hebben? Ja, een grote pas. Als even daar ook bij de action zagen we een vorige staarttafel in de ingang. Dat is helemaal groot. Oh, dat is leuk. Ja. We moeten nog iets vast. Zet die wel een tafel. Zet die wel een tafel. Kijk, mama. Hier. Ja. Wat is dat voor een lief? Dit is wat jij mij ook hebt gegeven. Nee, maar dat is ook erbij. Dit is een liefbed. Ja, dat weet ik. En dan heb je ook nog dit soms cadeautje. Dan kan je het nog even boven je hoofd zetten. Voor parasol effect. Ja, die kan er ook erheen. Ik denk dat het niet, ja, ieder apart moet dus, hè, niet aan elkaar. Ja, doe maar niet. Ja, dan kan je het een keer gaan. Dan kan je het ook wel pakken. Ja.
Ik heb best wel een gezellige middagavond gehad. Ik ben helemaal vergeten te filmen, dus het was best wel zo gezellig. Nu nog even het restantje troep opruimen en ik ga denk ik zo even mijn cadeaus laten zien. Ik heb dit lichtbed gekregen, dat wilde ik heel graag. En deze kan helemaal plat. Dat vond ik heel fijn. Als ik die haken loshaal, kan je hem dus helemaal zo doen. Want ik wilde heel graag een lichtbed waar je dus ook goed op je buik op kan zonnen. En dit is de zonnekap, die kan je dan daar nog op zetten. Dus dan heb je een soort klein parasolletje. En die hoes is van OptiDee. Die kan je er dus overheen doen. Dat vind ik zacht en fris. Er zitten ook vakjes in, daar kan je spullen in doen. En die kan je ook weer oprollen en dan is het ook gelijk een strandtas. Dus, en dit bed kan je dus ook helemaal opvouwen. En dan kan je hem ook als tas met handvaten eigenlijk meenemen. Dus het is voor thuis handig, makkelijk op te ruimen, weinig plek en heel mobiel. Dan heb ik nog kaartjes gekregen. Ik had van Sarah een mooie kaart, maar die heeft ze laten zien. En ik weet niet meer waar die ligt. Ik heb met die en deze fles gekregen. Die vind ik heel erg leuk. Staatslot. Nou, wie weet. Cadeaubon van de Bijenkorf. Dat is mijn favoriete winkel. Deze was wel heel grappig. Want ik dacht dus, ik krijg iets van Charlotte Tilbury. Maar toen maakte ik hem open. Even kijken of dat met één hand goed lukt. Toen haalde ik de dingen uit. Toen dacht ik, oh, leuk. Charlotte Tilbury. Dit vond ik trouwens wel heel grappig. Dit zijn monstertjes op allemaal kleuren. Dus dan kan je echt goed je kleur testen. Toen dacht ik, oh, nog iets van Charlotte Tilbury. Een crème. Dacht ik, oh, wat leuk. Dus ik denk iets van Charlotte Tilbury. Dus toen ging ik verder kijken. Nou, nog iets. En toen kreeg ik dus weer mijn cadeaubon. Dus ik ben in de maling genomen. Het is een cadeaubon van de Bijenkorf. Maar ja, die is altijd goed. De roos van Julie had ik laten zien. Dan heb ik nog deze twee spelletjes gekregen. En daar ben ik ook blij mee. Oh, dit is wel de envelop van de kaart van Sarah. Die vond ik ook zo schattig. Want die had ze dus ook opgetekend. Ik heb dus 5 seconds. Die heb ik wel uncensored. Maar de gewone versie had ik niet. En deze Shit Happens. Ben ik ook wel benieuwd. Nou, we spelen de laatste tijd best veel spelletjes. Dat heb ik sowieso altijd leuk gevonden. Dus dat vind ik ook leuk. En vanochtend, ik weet eigenlijk niet hoe goed het in beeld is geweest. Ik heb die beelden niet gezien. Oh, de kaart van Sarah. Hij zit hierin. En ik heb een rot gezocht aan deze kaart. Echt super schattig. Love, kus, gefeliciteerd mama. Ik vind hem zo leuk. En deze had ze er nog bij gemaakt. Dit is een gezichtje. Met oogjes, mondjes en leuke wangetjes. En dan heb ik deze hakken erbij gekregen. Die zijn met glitters. Zijn dus van Michael Kors. Kijken, dat is uit het plastic. Die zijn wel echt heel erg mooi. Die heeft Sarah dus voor mij uitgekozen. Die heb ik van Marco en Sarah gekregen. En nu mega gezellige afsluiter van de dag. We gingen samen film kijken. Dat is niet gelukt. Ik ga wel naar mijn bed in, dus ik wil de vlog nog even afsluiten. Laat even een duimpje achter en een leuke reactie. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Vind ik helemaal leuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!